Mijn naam is Marielle van der Geest. Ik ben yoga docent van Yoga Pracht. 42 jaar en ik kom uit Hilvarenbeek. Dus ik geef Hatha Raya yoga met een beetje methodiek Dixhoorn, wat yoga nidra en echt een eigen combinatie. En ik ga me concentreren op stiefmoeder yoga. Nou, dat is wel een heel leuk verhaal, want ik ken Corina online eigenlijk al heel lang. Ik heb zelfs ooit haar eerste programma gekocht. Het was de chakra yoga, was dat 7 week chakra yoga, denk ik. En het programma had ik gedaan en toen ben ik haar eigenlijk altijd een beetje blijven volgen. En ik wist dat ze verschillende trainingen had gedaan, waaronder van bijna naar bedrijf en van yoga docent naar online yoga docent. En toen op een gegeven moment zei ze van, oh, ik ga deze training veranderen. En toen dacht ik, oh nee, wacht even. Nu moet ik even aanhaken. Nu kon ik het ook privé, omdat mijn jongste dochter naar school gaat. Dus dan heb ik het moment benut en ben ik in het traject gestapt. Nou, ik wist eigenlijk altijd wel echt uit een zielsverlangen dat ik dit wilde doen. Maar de vraag was, wanneer was er aards gezien voldoende tijd en ruimte voor, waardoor ik het ook de passende aandacht en energie kon geven. En dat is gekomen toen mijn dochter naar school ging afgelopen september. De aanleiding om met deze training te starten was omdat ik eigenlijk al jaren wist dat ik deze wilde gaan doen, maar ik had er nooit voldoende tijd voor en ruimte om daar echt de meest passende energie aan te geven. Dus nu ging mijn dochter naar school afgelopen september. En toen dacht ik, nou, dit is mijn kans. Nu moet ik het gaan doen. En toen ik begon met deze training, stond ik echt op nul. Want ik dacht, oh, dan ga ik onsite mijn eigen bedrijf nog even starten. En nu weet ik dat er ook gewoon heel veel voor mij uitzoekwerk bij komt. Keuzes maken, dingen opzetten. Wat ook allemaal tijd kost, maar ook weer heel veel leuke energie oplevert. En ik ben er heel tevreden over, want het heeft me heel veel gebracht. Dus nu is mijn bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik heb allemaal nieuwe mensen leren kennen, allemaal gelijkgestemden. Mijn zakelijke rekening is geopend. Ook de hotklussen zijn gedaan, hè? De algemene voorwaarden, privacyreglement en zo. Dus ik ben er heel tevreden over het resultaat. Toen ik dit programma kocht, dacht ik, nou, dat is een opeenvolgend stappenplan, een riedeltje. En dan merk ik dat af en aan. Op het einde komt daar een resultaat uit. Maar little did I knew, because ik kom echt mezelf tegen in dit programma. Daar had ik van tevoren niet zo goed bij stilgestaan. Ik dacht, nou, ik heb er tijd voor, dit ga ik gewoon doen. En ik ben wel mezelf tegengekomen. Ik ben wel uit mijn comfortzone gegaan. En ik heb echt weer dingen geleerd die ik daarvoor nog niet wist. Mocht je twijfelen, dan wil ik je adviseren om te stoppen met denken, maar gewoon gaan doen. Ga het ervaren. In zijn algemeenheid heb ik het als zeer positief ervaren. Er zit ook echt een stuk persoonlijke ontwikkeling in. En ik ben eigenlijk heel erg blij met alles wat het me gebracht heeft. Nou, Corina heeft me het meest geholpen door de persoon wie zij zelf is. En dus ik geef yoga en zij is ook yoga docent van origine. Dus dat was voor mij heel prettig. Juist omdat die combinatie dan samenkwam met het ondernemen. Ze heeft heel veel ervaring en dat deelt ze dan. Ze stelt precies de goede vragen en ze geeft haar ervaring mee. Het is heel prettig.